Nieuwe ronde, nieuwe kansen. De teller staat weer op nul. En de kandidaten hebben nog maar één gemeenschappelijk doel. Het winnen van deze jongen. Maar daar moeten ze nog wel iets voor doen. In de Cupcake Cup strijden de grootste baktalenten van Nederland om deze trofee. De Gouden Cupcake Cup. Het draait allemaal om smaak en om creativiteit. Wie wint? De Gouden Cupcake Cup. Ja, iedereen moet gewoon heel erg zijn best gaan doen om die twee plekken in de finale te kunnen veroveren. We zijn nu nog maar met de helft, dus ik denk dat het ook strenger wordt. Ik heb heel veel zin erin vandaag. En ik ga gewoon vandaag proberen een 9,5 en dat eerste punt te krijgen. Welkom kandidaten. Nog twee dagen is het zover, hè? De grote finale van de Cupcake Cup 2016. Maar ja, er is maar plaats voor twee cupcakebakkers. En we leggen de lat weer een stukje hoger. We gaan zo meteen langs de zijkant van deze taart botercremeboogjes spuiten. En ik ga jullie laten zien hoe dat moet. Kom er maar eens bij. Zie je dat? Je moet boven aan beginnen. Eerst een beetje en dan op een gegeven moment iets harder knijpen. En dan op een gegeven moment weer wat langzamer. Remy begint smal en dan gaat hij wat dikker en dan weer naar smaller. Het ziet er echt leuk uit. Het ziet er heel makkelijk uit, dus ik denk dat het wel heel goed gaat lukken. Maar er zit altijd wel een allergie onder het gras, of zeg je dat zo? Jullie krijgen zo dadelijk 5 minuten de tijd om het ook zo te doen. Degene die de meeste boogjes maakt, maar ook het allernetste werkt, die krijgt een extra punt. Gaan we jullie plaatsen. Zijn jullie er klaar voor? Ja. Oh, bijna niet. Toch, Robert, van mij missen we nog iets. Dat klopt. Er ligt nog iets onder de klos. Til hem maar eens eventjes op. Oh, nee. Oh, deze heb ik eens aan een vriend gegeven. Jullie moeten zo dadelijk, en natuurlijk met die bril op, zoveel mogelijk en zo netjes mogelijk de boogjes maken. Je ziet echt niks door dit ding. Denk dat het me misschien wel gaat lukken. Hallo, dat lukt echt niet. Ik kan niet zo gaan boterkramen. Als dat een werkwoord is. Zijn jullie er nu wel klaar voor? Ja. Waar gaat hij dan? 3, 2, 1 en go! Die ogen die vloeberden helemaal voor je gezicht. Dat is heel irritant. Oh nee. Poep, wat gaat er gelijk mis? Ja, je wordt helemaal duizelig en ik ben nu een beetje misselijk door die bril. Even je bril een beetje weer wat beter opzetten hoor. Ja, kan je ook niks aan doen. Ja, hij is iets te groot voor mij. Ik keek precies naar deze ogen, waardoor ik maar zoiets stukje zag. Terwijl ik eigenlijk gewoon zo had moeten kijken en dan zie ik alles. Kandidaten, we zijn op de helft van de tijd. Oké. Okay. Werk vooral heel netjes. Ja, dat wordt een beetje moeilijk. Ja, het is heel lastig. Ik vind het zelf best wel snordig. Ja, ik ben eigenlijk al een beetje klaar. Ik voel me een soort gehandicapt persoon. 5, 4, 3, 2, 1. En stop je onze spuitzakken neerleggen. Daar ben je in. Kijk. Leuke opdracht? Ja, die was wel leuk. Josephine? Ja. Zo. Nou, zullen we kijken, hoor. Ja, we hebben het gezien. Dank je. Sterren? Ja. Netjes, hè? Oké. Dank je wel, Sterren. Alsjeblieft. Nathalie. Ja. Ik denk, ik maak heel die taart maar af. Oké, dank je wel. Nou, zo, Mario. Ik snap veel bochtjes. Veel bochtjes gemaakt, hè? Ja. Dank je wel, Mario. Dank je wel. Het extra punt. Het ging eigenlijk tussen Sterren en Mauro. De een had het netst gewerkt en de ander had het meest. Het ging jullie uiteindelijk om wie het netst had gewerkt, hè? En dat is geworden. Sterren. Proficiat. Ik ben echt super blij, want ik heb een punt. En ik niet. Voorlopig regent het Sterren voor Sterren. Zij voert na 1 opdracht de ranglijst aan. Nou, kandidaten, voor de 2e opdracht hebben we 1 van de gezelligste opa's van Nederland uitgenodigd. Het is namelijk de vader van Ron Boshart, opa Boshart. Hey jongens, hallo. Hallo. Welkom. Nou, wat gaan we doen, Robert? Nou, we gaan een hele mooie opdracht doen. We gaan een opa en oma opdracht doen. Ja. Als jullie dus de opdracht zouden kunnen maken, dan moet je je voorstellen dat je een reis maakt naar Mars. Op een cake. Op een cake. Ja. Kan dat? Bijvoorbeeld, wat wel belangrijk is, wat jullie ook maken. Ja. Dus stel je voor dat je opa en oma op Mars maakt, moet de ondergrond dus een mooie Marslandschap zijn. Ja. Ja. Hoe lang geven ze tijd? Ik zou een uur. Ik zou een uur doen. Veel succes. 3,
3, 2, 1, go! Zo, aan de slag. En dat valt nog vies tegen. Want verzin maar eens een toffe actiescène met je opa en oma. Bij Nathalie gaat er meteen een lampje branden. Ik wil proberen om van de cake een caravan te maken. Lijkt me ook wel grappig om samen met mijn oma een reis over de wereld te maken in een caravan. En dan wil ik erin iets van appeltaart doen, want mijn oma die kan hele lekkere appeltaart maken. Dat klinkt nu al lekker. Mauro is vandaag in een experimentele bui. Ga je een pompoencakeje maken? Ja, met speculaas. En dan speculaas helemaal verpulveren, net zo fijn als bloem. En dan door 50 gram bloem, 50 gram speculaas. Oké. Ik denk dat het wel gaat binden, omdat als je een speculaaskoekje in de koffie doet, dan smelt het ook een beetje op. Zo, jij durft, als dat maar goed gaat. Een beetje bitter chocola. Ook Benjamin is druk in de weer met zijn beslag. En? Ik proef niet de karamel en pekannoot. Moet er meer in dus? Ja. Ja. Wat ga je maken? Een roze beslag. Een roze beslag? Waarom roze? Ik denk dat ik een keuken ga maken met roze tegels. En dus hier zo. Wat is dat toch met tegels? Ik ga een badkamer maken. Want mijn oma heeft een hele mooie badkamer. En daarbij ga ik ook nog iets van een tafeltje maken. Waar we ons dan gaan make-upen. Nou, zullen ze dat lekker vinden? Opa's en oma's, pompoen? Ja, ik denk het wel. Pompoen is best wel oud. Kijk, ik zal hem nu in je baklik doen en dan zou ik ze snel mogelijk in de oven zetten. Ja, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar dat je zo wel weer in kunnen scheppen, hoor. Maar dat gaat niet zo handig. Nee, maar het zit er nu toch in. Dus hup naar fase 2. De ondergrond maken voor de actiescène. Ik ga denk ik een dansvloer maken waar mijn oma op danst. Misschien vindt ze dat wel leuk. Een keertje naar de disco. Benjamin heeft besloten om zijn opa in de hemel te bezoeken. Om daar te komen bouwt hij een achtbaan. Wat ben jij nou aan het maken? Nou, ik ben nu het achtbaankarretje aan het maken. En wie zit er in die achtbaan? Ik en mijn opa. En waar gaan jullie heen? Nou, we maken zeg maar, omdat hij niet meer leeft, een ritje door de hemel. Door de hemel? Ja. Waar is het begin? Op de aarde. En dan rijd ik langs, dan is er één stop op de plek waar opa aan de hemel nu is. En daar gaat hij dan in de achtbaan en dan zitten we uiteindelijk samen in de achtbaan. Wat vind ik dat lief. Oh my god. Ja, ik ga nu de ondergrond uit de ijskast halen. Is dit kullen? Ja, dat is niet goed. Nog steeds, het is goed. De hemel is ook niet, in de hemel is ook niet alles recht. Oké. Terwijl Josephine al zo goed als klaar is met haar ondergrond. 4, 15, ja, ik heb genoeg. Komen ondertussen de eerste taartjes uit de oven. Ziet er lekker uit. Ja, dat vind ik fijn. Hup, de koeling in. Goed in de gaten houden. Gewoon. En als hij dan is afgekoeld, opmaken maar. Ik moet al die teertjes er nog op doen en... Mauro heeft grotere zorgen. Want zijn experiment met speculaas lijkt verkeerd te zijn uitgevallen. We hebben te weinig bloeming gedaan, vriend. Oh. Snap je? Dat is wel lastig, hè? Ik dacht dat het wel goed zou komen, maar het was niet goed. Het beslag zag er heel goed uit. En het was ook heel goed, dacht ik. En toen haalde ik het uit de oven en toen schrok ik eigenlijk wel een beetje. Voel eens heel zachtjes. Zie je dat? Ja. Even nadenken, hoe gaan we dat oplossen? Maar het was helemaal mislukt. En ik baalde echt van dat het niet is gelukt. Gelukkig hebben de chefs nog een extra cake achter de hand. Maar alsof het drama nog niet groot genoeg is, is zijn ondergrond ook nog eens mislukt. Oh, dit is echt niet slim. Eens kijken. Wacht even. Niet doen. Oh. Ik dacht, hier zit dus de versiering en... Ja, tuurlijk. Dit is de bovenkant, ja, hè? Dat is saai. Zit niet mee, hè? Ik ga eens even kijken wat we hier weer aan kunnen doen. Oh, ik heb het druk met jou vermaken. Ondertussen tikt de klok gewoon door. Wat moet jij allemaal nog maken, Sterre? Veel. Ik heb alleen nog het hoofdje. En de vloertegels, dus ik ben nog niet heel ver. Ik ben dus heel erg aan het twijfelen. Zo. Nou, dit is klaar. Hij leek meer op een jong iemand, geen oma. Ja, bij mij lijkt het ook niet echt op mijn oma. Ik loop mooi op schema. Sterre, we hebben ook nog maar 6 minuten en nog minder zelfs. Echt heel snel opschieten. Bij Benjamin is het tot ieders verbazing een oase van rust. Dus, opruimen.
Ik ben wel trots op mezelf dat ik mijn schot nu best wel schoon heb gehouden. En mijn tafel best wel schoon. Hier leg ik alles wat ik nodig heb. Moet ik iemand nog helpen met opruimen? Want ik ben eigenlijk overal mee klaar. Het zit Mauro vandaag niet mee. Gewoon rustig blijven. Gaat ie? Even diep ademhalen. Zullen we gewoon dit gaan mengen en het een beetje een marmeren vloer maken? Zullen we dat doen? Komt goed, man. Hey. Kom je wel even helpen? Niet goed. Ik weet het niet zo goed. Ik ben een beetje zenuwachtig. Ja. Maar je bent ook best ver. Je hebt de ondergrond al. Ik moet gewoon een goed idee hebben. Mijn eerste plan was om, zeg maar, dat ik en oma ons aan het make-uppen waren. Maar je hebt maar een uur de tijd, dus dan is het best een complex verhaal. Want dan moet je iets van een tafel maken en wij twee samen. Ja, dus ik moest wel wat anders verzinnen. Dus heb ik nadenken. Wat kan oma nog? Je moet wel in de bad in ieder geval, hè? Ja, graag. Maar wel dat het niet, zeg maar, lijkt alsof mijn oma zo saai is. Ja, uiteindelijk heb ik best wel veel hulp gekregen. En dat vind ik ook super fijn. Maar ik denk wel dat je daardoor een paar punten aftrek krijgt. Hier heb je bubbels. Ja. We naderen het einde. Nog 2 minuten. Het gaat niet goed. Oh, shit. Jeetje, mijn oma is groter dan de Kervin. Hier ging het om. Zes, vijf. 4, 3, 2, 1, 0. Wat een zware opdracht. En een goede cake, en een goed tafereeltje, en een mooie ondergrond. Behoorlijk wat om te beoordelen. Laten we maar snel beginnen. Benjamin, mogen we met jou beginnen? Ik hoop dat ik een goede beoordeling krijg, maar ik denk wel dat er een paar minpuntjes zijn, zoals, ja, toch een beetje te slordig. Het is een achtbaan door de hemel omdat mijn opa niet meer leeft. En de snoepjes ernaast is omdat mijn moeder en hij altijd ruzie maakten over dat hij ons te veel snoep gaf. Grappig. Leuk, ja. Dat is wel goed bedacht. Ja, dat is heel leuk bedacht. Nou, ik vond je enorm relaxed vandaag. Ja. Kijk eens je schortje. Dat is een... Ja. Het gaat iedere dag vooruit. Ja, en heb je siroop bij. Hij heeft zelfs een vloertje van chocolade gemaakt. Ja, dat is echt heel knap. Ja, maar alleen was dat net gesmolten. Nou, dat vind ik eigenlijk wel mooi. Ja. En Benjamin, hoe heb je de vulling gemaakt? In de vulling heb ik karamel, pekannoten en witte chocola gedaan. Het is net alsof ik in de hemel ben. Oh, alle ringlingen komen weer boven? Nou, lekker hoor. Benjamin, ik vind het echt een snoepjes daar. Ja. Bedankt. Wel lekker zoet. Ik vind het qua mondvoel vind ik het wel een heel lekker cakeje. Dankjewel, Benjamin. Dankjewel, Benjamin. Nou. Volgens mij vond ze hem heel lekker. En bij Theba passend. Josephine, kom maar naar voren. Dat is oma? Ja. In een bad, hè? In het bad? Ja. Ja, wat leuk. Met een badeend. Ja, zelfs een badkleedje erbij ook nog. Zie je dat? Vond je het moeilijk? Ja, ik had heel veel ideeën, maar die kon ik niet uitvoeren in een uur. Maar ik ben wel heel tevreden over wat er nu staat. En de vulling? In mijn vulling zit karamel, pekannoten en pure chocolade, wat zout. Dit heb ik gemaakt omdat mijn oma maakte dat is voor kerst. En dat doet me denken aan mijn oma. Dat is lekker met die pekannoten ook. Nou. Ja. Lekker gebakken. Alles klopt. Dat is lekker. Oké, mooi. Dankjewel, Josephine. Alsjeblieft. Heel mooi, hè? Ik vond wel dat ik goed commentaar kreeg. En ik was eigenlijk best wel blij dat ze niks hadden gezegd van dat ik wel veel hulp had gekregen. Sterren. Oh, wat is dat leuk. Mooi, hè? Ja, wat is dat nou, Sterren? Ja, een oma die door de dansvloer is gezakt. Ik vind het kopje die je gemaakt hebt echt heel tof. Dankjewel. Ja. Je ziet meteen dat het echt zo'n oud omaatje is. Het haar is gewoon heel leuk gedaan. Die grote knots hebben hier achterop, hè? Ook die kleuren, een beetje dat, met dat paars, een beetje dat lila-achtige. Het is echt zo'n oma's kleur, hè? Ja. Ik vind het idee briljant. Ja. We hebben vervulling erin gedaan. Ja. Er zitten rode bessen in met pure chocolade en amandelschaafsel. Het ziet er wel mooi in kleur. Ja, ik vind het echt disco. Je bent goed in het thema gebleven. Ja. Nou, ik vind hem lekker. Ik vind het wel, het is wel grappig. Ik bedoel echt het zure van die besjes. Zoet, zuur.
mooi een thema kan leven. Dankjewel, sterren. Mooie kleur. Ik hoop echt dat ik hele goede punten haal. En natuurlijk dat ik heel ver kom. Nou, Nathalie, kom maar naar voren. Zo. Nou. Ja, Nathalie, vertel eens, wat is oma nou aan het doen? Mijn oma die zit op een caravan. Want ze gaat heel vaak naar de camping. En dan lijkt het mij leuk om samen een keer een weekje op de camping te blijven. Dus jouw ondergrond is de caravan? Caravan, ja. Ja, want ik moet natuurlijk wel origineel blijven. Dus toen dacht ik, dan maak ik er een caravan van. Ja, goed bedacht. Ook een beetje relief zie ik inderdaad in die marspaar. En ik zie hier wielen. Ja, vind je het poppetje erop, hè? Ik vind het wel weer grappig dat je allemaal die verschillende laagjes om en om hebt opgebouwd, hè? Dat is ook alweer toch een techniekje. Het enige wat ik een beetje onbeduidend vind, is die klodder die ernaast ligt. Ja, ik wou er eerst botercrème in doen. Alleen qua de tijd was ik dat opeens vergeten, want ik was wel een beetje aan het stressen. Ja, had je beter weg kunnen laten. Ja, maar... En wat zit er in het cakeje? Appel, rozijntjes en dan een beetje kaneel. En om de smaak omhoog te halen wat zout en citroen. Oké. Okay. Oh. Nou. Het smaakt een beetje naar rozijnenbrood. Ja. Zo'n soort, krentenbolletje idee. Ja. Een beetje roomboter erbij en hartstikke lekker. Dankjewel. Ik vond het jammer dat ik mijn cake echt heel anders heb gemaakt dan ik eigenlijk wou. Maar volgens mij vonden ze het op zich wel leuk en lekker. Maro. Ik was heel erg zenuwachtig en onzeker. En daarom ging ik ook uit van het negatieve en dan komt het alleen maar omhoog. Zo, vliegtuig, ja. Ik vind het gewoon superleuk gedaan. Ook hier en daar wel een tikkeltje grof, Mauro. Ja. Maar het eerste vind ik wel, het poppetje doet wel weer leuk. Vind ik het een heel leuk gezichtje om me heen. Ja, ja, heel leuk. Heel vrolijk inderdaad. Details, wangetjes, ja, leuk, oogjes, leuk, leuke haren. Even over het beslag, zeg maar. Wij waarderen enorm wat jij gedaan hebt vandaag. Voor ons is het niet mislukt. Het is alleen, je hebt de lat leg je zo hoog voor jezelf. Ik heb er ook zeker wat van geleerd. Ja, je moet natuurlijk altijd oppassen ook met die bloemen. We hebben natuurlijk verteld, als je natuurlijk met cacaopoeder werkt, dat je die bloem iets terug kan brengen. Maar cacaopoeder is ook heel wat anders als die speculaaskruimel. Het wordt wel dik, maar het bindt niet, hè? Maar goed, ja. We kunnen gewoon een stukje proeven. Ik vind hem er wel lekker uitzien, hoor. Ja, het is echt... Ja, lekker, hoor. Ja, heel erg lekker. Pak ik nog een stukje? Ja, ik wil een stukje. Super lekker. Ze hebben het hele voorbeeldtaartje opgegeten. Dus dat vond ik wel erg leuk en het viel hartstikke mee. De wijze mannen zijn eruit. Wat gaat het worden? Duimpje omhoog, duimpje naar beneden of duimpje ertussenin? We gaan het nu horen. Nou, opa. Ja? Ja, u mag beginnen met het eerste punt. Het extra punt. Het opa-punt. Het opa-punt, inderdaad. Nou, we hebben heel lang erover gedubt. Maar het extra opa-punt, dat gaat naar... Benjamin. Yes! Zie je, kom bij me, schat. Ik ben heel blij dat ik dat extra punt kreeg. En ik denk wel dat ik goede cijfers ga halen, maar alleen de rest ook. Dit is het juryrapport van de chefs. Ja. En ik ga het voorlezen. Als allereerste wil ik naar voren Benjamin. Alweer! De chefs vinden jou vooruitgegaan. Er zit verbetering in, absoluut. Leuke details en die gemarmerde vloer, de ondergrond, wat toch wel heel belangrijk is. Ja. Heel erg mooi. De smaak, ja, snoepje smaak. Lekker mondgevoel, niet heel bijzonder, maar gewoon prima. Prima, prima kijk. Nou, fantastisch. En je krijgt dan ook een prima cijfer. Een 7. Oh. Nathalie. Ja, de chefs hadden iets meer van jou verwacht. Ja, de caravan was wat moeilijk te herkennen. En de klodder ernaast konden de chefs helaas niet waarderen. Had je niet moeten doen, Nathalie. Niet nodig geweest. De smaak, geen hoogvlieger, trok het cijfer misschien niet voldoende omhoog. Je hebt een 6,5. Ik voel het eigenlijk best wel stom, want ja, ik wil ook graag door naar de finale. Maar dan moet ik wel echt goede punten gaan halen. Mauro. Het vliegtuigje. Een beetje grof, maar het omaatje zag er goed uit. Ondanks dat de cake eigenlijk mislukt was, was de smaak fantastisch. Het was de lekkerste die erbij zat. Alleen, ja,
We kregen hem niet graag pakken. Dat is wel jammer, hè? Dat, Het wordt wel meegenomen in de beoordeling. Die krijgt uiteindelijk een 6,5. Josephine. Ja, jouw cake was mooi met een oma in bad. Ja. Een mooie badkamer. Je oma had ook een mooie badkamer. Ja. Een prachtige vloer. Wel een beetje hulp bij gehad. Ja. Dat heeft wel invloed, zeg maar. Ja. En de smaak. Gewoon een prima smaak. Ja. En je krijgt namelijk een 7. Dankjewel. No. Sterren. Het idee noemde Robert briljant. De uitvoering noemde Remy. Ja, gewoon top. Supergoed gedaan. Echt gewoon, ja, mooie vloer. Dankjewel. Dat samen, dat begint al lekker. Maar ja, dan moet je die cake nog proeven, natuurlijk. Ja, het was ook een discotheek. Een discovloer. Ja, een discocake bedoel ik. Ja, discocake. Een discocake. Dus het zag er goed uit, het smaakte goed. Ja, je krijgt ook gewoon een heel goed cijfer. Een 8. Gefeliciteerd. Ik heb gewoon het hoogste punt van iedereen gehaald. Had ik echt totaal niet verwacht. En als kerst op de slagroomtaart sta je ook nog eens bovenaan in het klassement. Hang de vlag maar uit. Opa, ben je er morgen bij? Nee, ik kan het niet aan. De spanning is te groot. En jullie zijn er wel bij, toch? Ja. En jullie thuis ook, hè? Tot morgen bij Cupcake Cup! Yeah! Morgen maken de kandidaten Franse eclairs. Ik als Italiaan hou hier niet echt heel erg van. Stop, stop en rust. En een beetje netjes, hè? En bij wie gaat het weer mis? Wat zei ik nou? Netjes, hè? Niet zo netjes gelukt. Jij wilt ook naar de volgende ronde? Ja. Nou, dat is niet te merken.